Ik moet mijn video moet ik even iets anders beginnen. Ik heb meerdere berichten ook gehad van... Ik krijg sowieso vaak in mijn DM krijg ik zulke berichten. Niet echt op voorbereid, maar ik lees zoiets. En het doet wel gewoon wat met me. En ik vind dat ik op moet reageren. Ik vind niet dat ik zoiets zomaar voorbij kan laten gaan als mensen in zo'n situatie zitten. Gun je ze altijd gewoon het allerbeste en probeer je ze te helpen waar mogelijk. Daarom ook dit voorbeeld. Ik kreeg namelijk een berichtje van Rutger. Ik zal je Instagram naam er maar niet bij zetten. Maar Rutger kwam dus met het verhaal van... Frank, bijna 100.000 abonnees. Je gaat nooit meer wakker worden. Je gaat zoveel drinken dat je hele lichaam het begeeft. En dat je kotsend in de straten wakker wordt van Rotterdam. Ik hoop dat dit snel gebeurt. Groetjes Rutger. Ja, ik wist ook niet zo goed wat ik hier moest zeggen. Maar het schijnt dus dat we bijna 100.000 abonnees hebben. Sterker nog, ik denk misschien als jij deze video aanklikt dat we 100.000 abonnees hebben bereikt. Maar ik ga nog verder niet te veel over zeggen, want... Dames en heren, we hebben 100.000 abonnees nog niet. Maar ik wil jullie wel hartstikke bedanken voor het kijken. En sowieso voor de laatste weken de sport onwijs. Jij kan abonneren als je dat niet gedaan hebt, zou ik heel erg waarderen. En lieve mensen, daarbuiten ook nog eens. We gaan een nieuwe icon halen en we gaan waarschijnlijk geld uitgeven als we geen Team of the Season pakken. Gaan we gewoon aan geld uitgeven, want ik ben er namelijk helemaal klaar mee. Ik wil gewoon een Team of the Season. Zoals een van deze 5 stakkers die je hier ziet. Lala, Pepe, Mbappé, Marquinhos of Neymar. Ik wilde gewoon eentje pakken. Het zou mij echt hilarisch lijken. We hebben 22 pakketjes. En dat betekent dat er sowieso een paar League 1 SBC's ding bij zitten. Er zit een gouden topspeler, zelfs een spelerspakket. En mocht het voor de rest allemaal niet uitmaken, dan kunnen we altijd nog even wat geld investeren. En dan kopen we gewoon 4 ultimate pakketten. Waarom zullen we dat gewoon niet doen? Maar... Allereerst wil ik je vragen om een duimpje omhoog te doen, want dat zou ik gewoon heel erg waarderen. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met de video. Want, lieve mensen, dit is mijn team op dit moment. En er kan eerst eventueel wat veranderd. Want, lieve mensen... Ah, Fabinho. Hij had gekocht voor 5,90. En hij verkocht nu voor 5,80. Of 4,80. Super kut. 110 verlies. Is niet nodig. Het gebeurt wel. Gaan we verder naar de kijkers liga. Laka Laka is weg. Ben blijft natuurlijk. Ben gaat nooit weg. Pogba kunnen we nog verkopen. Kunnen Virgil en Militao kunnen we nog verkopen. Deze twee blijven waarschijnlijk staan. Tenzij we kunnen ook Alexandro linksback doen. Maar ik vind Robertson wel leuk. Militao gaan we hoogstwaarschijnlijk ook verkopen. Gaan we packs van openen. Maar als we de 100.000 abonnees hebben, dan gaan we echt flink cash investeren. En mochten we helemaal nul Team of the Seasons of echt zieke spelers packen, ga ik er vandaag €100 op knallen. Dat is een belofte die ik aan jullie doe. Maar oké. We hebben dus de SBC gedaan van een nieuwe icon. Wie is de nieuwe icon? Bobby Moore! Nee, dat is niet waar. Waarom Ronaldinho? Ik vind dat gewoon fantastisch. En ik wil hem eigenlijk altijd wel halen, maar ik vond hem te duur en ik vond hem eigenlijk niet meer goed. Maar aangezien ik toch gewoon een beetje plezier in het spel moet terugvinden, dacht ik gewoon, nou, ik hou gewoon Ronaldinho. Lijkt me gewoon fucking gezellig. Gewoon een beetje tiki-taka. Beetje heen en weer. Beetje de techniek van Del en het afmaken van Ben. Weet je, een beetje met dat en dat in elkaar. Denk ik, ja, dat is hartstikke leuk om te hebben. Hier kunnen we namelijk een 88 rated squad inleveren. Heeft me aardig wat geld gekost, maar oké, we zijn er wel. Zeldzaam megapakket krijgen we ervoor terug. Hartstikke chill. Gaat hij natuurlijk gelijk naar zijn winkel. Dan moeten wij eventjes naar de transfer. Want daar hebben we namelijk 2 spelers op de transfermarkt staan die we dubbel moesten. Want die moest in het 88 gereden team en die moest in het 89 gereden team. Gaan we even kijken wie dat zijn. Dat zijn namelijk Suarez en dat zijn namelijk Modric. En die moeten dan terug. Gaan we gelijk door naar onze 89 gereden squad die... ...tering van geld kostte. Dat was niet normaal. Ik schrok er gewoon een beetje van. Maar buiten dat hebben ze wel. We hebben het gewoon ingeleverd. Het gaat gewoon allemaal hartstikke goed. En dat is allemaal hartstikke prima. Dus we gaan gewoon 89 reden squad gaan we inleveren. Moet ik jullie trouwens ook nog even erop attenderen dat jullie vragen... ...en doe het alsjeblieft via DM. Volg me even op Instagram. Hebben jullie vragen over vrouwen? Over hoe je erop moet afstappen. Hoe je relatie moet onderhouden. Hoe je een vrouw moet versieren. Problemen tijdens seks. Problemen tijdens zoenen. Morgen is Milo bij mij. En dan gaan we dit allemaal bespreken. Er komen er vragen in. We doen het allemaal puur anoniem. Heb geen zorgen. Maar het wordt fucking hilarisch. Je kan ze hier in de comments stellen. Of je kan het op mijn Instagram doen. Maar het wordt fucking hilarisch. Echt, geloof me jongens. Het wordt een fucking leuke serie. En we gaan tering hard lachen. Let maar op. Verder gaan we inleveren. Krijgen we een 100k pakket voor. En nu gaan we gewoon tering lekker. Alleen een pakketje openen. Ik hoop dat we een Team of the Season krijgen. Dat zou zo fijn zijn jongens. Daar komt ie. Natuurlijk. Het is een walkout. Het is een Braziliaanse vlag. Welk rugnummer moet Ronaldinho krijgen? Laat het even weten in de comments, dames en heren. Tering leuk, Liverpool pakje aan, hartstikke leuk. Gaan we gewoon lekker zo laten. Tering hard genieten. Fucking mooi. We hebben dus Ronaldinho. Fucking leuk. En nu gaan we dus al onze 24 pakketjes openen. En we beginnen wel bij de League 1 gebeuren. Want ja, weet je, ik wil wel gewoon heel graag een Team of the Season. Zou gewoon leuk zijn. Het is geen walkout, klikken we gelijk door. Spelen krijgen. Als we gewoon een Team of the Season krijgen, zou het gewoon fantastisch zijn. En het is een walkout. Het is een blauwe. Nou, nah, dit gaat toch snel. Wat is dit? Waarom? Jezus.
vet hoor, de tering, hé. Ik dacht, Cavani. Jongens, dit is allemaal hartstikke prima. Kunnen we helaas niet verkopen. Yeah. Kan niet alles hebben. Gaan we even kijken naar de statistieken. Jezus, zwak been 4 sterren. Cavani, dit is helemaal niet gek hoor jongens. Is helemaal niet gek, Cavani. Is niet gek. Hebben we onze eerste team of the season wel gepakt? Nah, dat is toch prima. Hartstikke lekker. Hebben we al tenminste één team of the season. Gaan we lekker door. Kom op. Dus geen walkout, klik hem door. Kevin Stroopman. Ligue 1, kom maar. Jawel, tuurlijk lieve mensen. Ja, het is geen walkout, klikken we hem gewoon door. En we hebben hierna nog wel een leuke pakketten, gewoon tradable. Dat is ook wel fijn. Kom maar door. We krijgen tenminste wel gewoon echt... dat we Cavani hebben gepakt is sowieso best wel ziek. Mbappé, dat zou... Oh, het is een walkout. Het is weer een blauwe. Het is een portie. Oh, Fonte. Traag als dikke stront. Tenminste, geen keepers. Want met de keepers ben ik toch godverdomme klaar. Wat heb je nou aan die fucking keepers? Ik snap er helemaal niks van. En als we gewoon geen walkout hebben, dan klikken we hem ook gewoon door. Want we hebben gewoon helemaal niks aan. En als we geen walkout hebben, klikken we gewoon door. Daar ben ik gewoon helemaal klaar mee. En dan gaan we nog een keer proberen. Komt u maar. Jawel, jawel. Een walkout. Het is geen walkout. Hoor ze maar. En wel gewoon Cavani. Cavani is wel lekker hoor. Het is geen gekke kaart dan. We kunnen altijd nog wel die spelers gebruiken. Die premium jumbo gouden spelers. Ik vind het prima. Als het geen walkout is. Oh, het is wel een walkout. Waarom klik ik hem door? Oh, klik hem door. Dat is toch niet handig, lieve mensen. Koesman. Meer dan prima. Gewoon, we hebben al deze video 3 Team of the Seasons gepakt. Dat is toch hartstikke goed. Je gaat me niet vertellen dat dat niet goed is. 3 Team of the Seasons is gewoon prima. Het is gewoon hartstikke lekker. Ik ben er wel tevreden mee. Het is geen walkout. Falcao. Ja jongen, met die SBC's, dat is gewoon hartstikke prima. Dan kun je gewoon lekkere pakketjes krijgen, lekker erbij. Misschien kun je nog één keer een walkout krijgen, dat zou wel echt fijn zijn. Nog één keer gewoon even een walkoutje. Falcao trouwens geen team of the season, dat valt me ook wel op. Echt, die fucking Brazilianen krijg ik echt veel te vaak. 2 Ligue 1 SBC, nog eentje, kom op. Eén keer een walkout jongens, alsjeblieft. Kom op. Ik kan niet maken dit, kom op. Ben Arfa. Oké, we hebben nog wel een paar leuke pakketten. We hebben zeker nog 4 leuke pakketten eigenlijk. Zeldzaam Electrum spelerspakket, komt maar. Het is geen walkout. Lieve mensen. Ja, de walkouts die gaan niet echt van een laaie dakje op dit moment. Dus oké, ik vind het prima. Maar ja, het is allemaal kut. Hier kan ik helemaal niks mee. We hebben nog wel een 100k pakket dat we kunnen openen. Dus dat is hartstikke leuk. En eigenlijk moet ik die 200k pakketjes moet eigenlijk bewaren tot Ultimate Team of the Season uitkomt. Ben ik wel van mening. Vind je niet? Dat is vrijdag. Ik ga er eentje openmaken. 100k pakketje ga ik openmaken. Een Omega pakket. Geen walkout. Klikken we gewoon door. Maakt niet uit. Gewoon doorklikken die app. Pavlenka. Ja, is chill man. Thanks. Ja, is goed. Ja, chill. Lekker man. Fucking goed, hé. Mensen vragen me ook soms van... Waarom open jij niet pakketjes van andere mensen? Godverdomme mijn bloed bijna. Mensen, dan ga ik zitten van... Ja, fuck ziek man. En ben heel erg blij voor je. Maar in sim echt kut. Ik zou het dan liefst gewoon alles willen discarden. Dus ik ben niet echt zo'n persoon die dat doet. En daarnaast vind ik er ook niet echt plezier uit. Op dit moment. Vandaar. Want ik kreeg het heel erg vaak in mijn DM. Zelfs als spacepakket. Komt u maar. Tuurlijk. Geen walkout. Godverdomme. Krijg dan wel een border speler. Oh, dat wel. Wat is het dan? Het is Falcao. Nee, dit is niet. Dit is Quadrado. Super, super fijn, bruh. Nog. Ja, zal ik gewoon één keer. Ik ga er gewoon eentje openen. 100k pakket. Kom op. Als het dan geen walkout is, dan ben ik ook wel heel erg teleurgesteld. Ik ben nu gewoon super teleurgesteld. Hoe kan dit nou weer? Hoe kan dit nou? Hoe kan ik nou nu weer fucking Torres packen? Oh, wie is dat? Costa. Is hij een guy or is hij gay? I don't know. Ik ga er gewoon sowieso 100 euro op knallen. We hebben sowieso een Team of the Season gepackt. We gaan gewoon één ultimate pakketje kopen. Gewoon eentje. Om het af te leren. Lekker doen. Tuurlijk man. Hartstikke goed. Knal hem erop. Ja, lekker man. Oké, dan gaan we één ultimate Team of the... Ultimate pakket. Eentje maar. Eén ultimate pakket. Kom op. Kom op. Het is een walkout! Het is een blauwe! Die had ik al! Oh, die had ik al! Die had ik al! 65 snelheid, daar heb je niet zoveel. Kutzooi. Misschien zit er wat achter. Maar ik denk het ook niet. Kutzooi. Ribéry en Fred. Oh, 2 Team of the Seasons in 1 pack! 91 fonten. Nou, is toch weer lekker 50k. Toch? Oké, helemaal top. Oké, nou, we hebben tenminste wel 14 of the seasons gepakt. Dus dat is ook wel aardig wat waard.
Voor mij dan in ieder geval. Want we hebben namelijk heel ons team is leeg. Want zoals jullie nu kunnen zien, gaan we naar selecties. En dan zal ik even jullie mijn team laten zien. Zullen we nog één keer gewoon even een draft maken. Gewoon voor de fun. Militao gaat verkocht worden. Van Dijk gaat waarschijnlijk hier naartoe. Dan hebben we natuurlijk een linksmidden. En wie is dat? Natuurlijk is dat Ronaldinho. En die is geen linksmidden, want die is een linksbuiten. Ja, Ronaldinho. Ja, lekker dan. Even kijken, wat gaan we nog meer doen? Ja, laat het even weten in de comments, dames en heren. Ik wil eigenlijk Virgil van Dijk en Militao verkopen. Betekent dat we weer meer dan 2 miljoen munten hebben. En Pogba gaat er ook aan geloven. De rechterkant blijft staan met Cancelo en Ronaldo Lima. Moeten we echt alles verkopen? We gaan sowieso kijken tot en met donderdag. Want donderdag komen de Weekend League Rewards. En dan gaan we ook nog kaart investeren voor de vrijdag. Want vrijdag komt Ultimate Team of the Season pakket. En we krijgen echt nog een leuke video in de tussentijd. Mag ik jullie hartstikke bedanken. Of zal ik nog één keer even een draft doen? 6.5 hours. De tering. Dit is een goed team geworden. What the fuck zeg. 193 draft. Robertson, ja, ik heb ook Carlos centraal. Die moet er waarschijnlijk wel uit. Maar fuck is ik, ja, dit is waardig. Maar lieve mensen, mag ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En duimpje omhoog zou ik heel erg waarderen. Vergeet niet, 100.000. We zijn er bijna of we zijn er al. Ik heb geen idee. Het gaat een beetje hard tegenwoordig. Ik wil jullie gewoon hartstikke bedanken voor de support de laatste tijd. Het is echt insane geworden. Er gaat een speciale 100k special komen. En er gaat nog special komen ook met andere YouTubers. Dus houd het vooral in de gaten. Ik ben er bezig met dat te regelen. Nogmaals, hartstikke bedankt voor de support. Ik hou van jullie. Een hele fijne avond nog. En jullie zien mij bij de volgende video. Ciao!